sleutelbeen die stabiliteit geven, maar als dat gekreuzd is, of dat gebroken is, al wat je doet met je arm, ja, dan beweegt dat sleutelbeen allemaal. Minstens dat jij dat doet, beweegt je sleutelbeen. Dus wel is de bedoeling, je bovenarm immobiliseren. Als je je bovenarm immobiliseert, kun jij je sleutelbeen niet meer bewegen. Dat is de bedoeling. Dus stel, hij heeft nu zijn rechter sleutelbeen gekneusd, misschien gebroken, maar ik wil zorgen dat hij dat niet meer kan bewegen, dat dat gaat ontspannen. Dan vraag ik dat hem zijn arm aan zijn gekwetste sleutelbeen op zijn schouder legt. En dan mag je dat eventueel vasthouden, hè, want hij is waarschijnlijk nu ontween of heeft heel veel pijn of wat dan ook. Al het doseren zeg ik, ja, komt dan wel goed meneer, probeert gewoon uw arm hier vast te houden. En zeker, ik raad hem aan om zeker die bovenarm niet te bewegen. Want minstens dat hij dat doet, beweegt zijn sleutelbeen. Mag niet. Ik pak weer met een driehoeksverband. En weer pak ik de rechterhoek van de kant van de kwetsuur vast. En de scherpe hoek zo. Ik leg nu die scherpe hoek over de niet gekwetste kant. Eigenlijk vormt je een driehoek in die ding. Ja. En ik hou de rechterhoek hier. Ik pak nu, ik vraag aan hem of dat hij even zijn arm wil loslaten en nu terug ondersteunen, maar ik steek zijn hand er helemaal onder en die arm ook. En je mag die arm terug vastpakken. Dus ik steek die doek er helemaal onder. Ik hou dit hier nog altijd aan de zijkant. Ik ga naar de rechterkant of ik laat die omdraaien. En nu knoop ik die doek hier op zijn rug. Knoop ik die doek. En ik trek op die manier, door hier aan te trekken, trek ik nu die arm tegen zijn romp. Om de stevige knoop vraag ik iemand om te komen helpen. En ik vraag nu, wilde jij je vingers op die knoop duwen en goed duwen? Zodanig dat dat goed, ja dank u. En nu dit flappetje ga ik ook nog eventueel hier weer draaien en een knoop. Ofwel hier vastmaken. En hij zal voelen, hoe meer dat ik hier nu aantrek, hoe meer dat hij vastmaak, hoe meer dat die arm tegen zijn romp wordt getrokken. Ja? Is dat een plaaster? Nee, natuurlijk niet. Als hij nu